en naar voren. Of naar meer naar beneden. Naar voren en vooral heel veel omhoog. Ik heb 130 giga beeldmateriaal geschoten in 2 dagen tijd en er moet vandaag nog bijkomen, ik schat zo'n 20 giga. Dat is 8,52 meter vanaf hier zeg maar. Loopt de camera? Ja, daar. Dus onderweg naar Berg op Zoom voor een project van IJsworld. En dat gaat over het feit dat de ijsbaan wordt opgebouwd binnen 24 uur. Met een timelapse gaan we dat vastleggen. En op die manier symboliseren wij de snelheid van het product. Groot pluspunt en ja, selling point voor de IJsworld. En belangrijk dat de Herenkaktus met Ruben Dijkmans dat goed in kaart stelt. We gaan nu naar Jero naar Haarlem om een camera op te halen voor de timelapse en als het goed is ook sfeer footage. En Jeroen Tesselaar, de andere jongeman uit Wochenum, die heeft rond 5:30 zijn camera afgeleverd in dienst van een mooi product. Dus bij deze heren credits voor de positieve vibe die jullie geven. Aangekomen in deze prachtige hal. Mijn hoofdwerk toen ons beschikking gaan uitladen. We hebben ook nog een geniaal bureau gekregen waar we aan kunnen werken. Top. En uitladen, letten op, start de kamers uit de tassen. En we gaan nog een poging maken om die doeken die daar in het vet hangen, om die omhoog te binden. Een stukje equipment van de dag. Is deze arm. En wat doet deze arm? Wat? Wat doet hij? Deze arm gaat straks hier ergens mee aan bevestigd worden. En dan kan je de camera ophangen. Op wat voor manier dan ook. Dat is geniaal. Oké, Ruben is nu bezig om de timelapse. Camera te checken of alles goed gaat en op ludieke wijze komt hij erbij. Ja. We zijn bij een appeltje voor de dorst en gezondheid en de vitamintjes die hebben we hard nodig. Daarbij sultana, goed, en een smoke. Deze steunjant, lekker koud eigenlijk. Met zout, dat zit er dan weer net niet bij. 5D, 1. Ik weet niet hoe laat het is, weet jij het? En go! Ja. Gaan we op. Ja, maar ja. Actie. Kut! Kut! Dus die
tegen mij nog een kop zetten. We moeten nog een making of maken. Ja, welke equipment we hebben gebruikt. Making of we gaan naar huis. Vind je die DJ's?